zon stond vanmorgen al vroeg aan de Spaanse hemel. Het weer hier in Orihuela Costa is perfect. En Fred Rutte vertelde ons gisteren al wat de ochtendplanning zou zijn. Ja, morgen is vroeg opstaan en ontbijten. En dan gaan we al rond 9:15 al trainen. Rond een uurtje of 9 werd het trainingsveld alvast voorbereid voor de eerste oefensessie deze week door enkele assistenttrainers. De spelers verzamelden zich rond 9:30 voor het hotel en daar was het wachten nog op één iemand. De twee trainingsvelden liggen op ongeveer 5 minuten lopen van het hotel. De Arnhemmers werkt een rustige eerste training af, omdat er vanmiddag om 5 uur natuurlijk nog een oefenwedstrijd wordt gespeeld. Eens kijken. Michi, take 2 players, not your friends. Kunnen we nu niet alles verplaatsen? Moeten we nu even alles verplaatsen? Ja. Na ongeveer 1,5 uur gingen de spelers terug naar het hotel om te eten en te rusten. Vanmiddag zijn we bij de wedstrijd aanwezig tegen Orihuela en zullen we ook weer enkele spelers aan het woord laten over hun bevindingen hier in Spanje.